Welkom op dit grote debat. We zijn benieuwd hoe het hier vandaag zal aflopen, Kathleen. Zeker, Wim. En zoals afgesproken neemt vader Erik als eerste het woord. Beste zoon Sascha, ik vind dat je veel te lang uitslaapt in het weekend. Ik stel voor dat we dat vanaf nu officieel verbieden. Tijd is het enige dat we echt bezitten in dit mensenleven. Elk moment dat we samen kunnen zijn, moeten we delen. Goed gespeeld van de papa. Tijd is ons enige bezit. Wat kan Sascha daartegen inbrengen? Papa, als tijd werkelijk ons enigste bezit is op aarde, dan zal jij ook moeten kunnen uitslapen in het weekend. Samen met mij. Projectie? De kandidaten mogen bewijsstukken aanvoeren en dat gebeurt hier. Een wetenschappelijke studie toonde aan dat een catch-up sleep tijdens het weekend je beschermt tegen zwaarlijvigheid geïnduceerd door slaaptekort. Los van leeftijd en andere factoren heeft men vastgesteld dat wie lang uitslaapt een lagere body mass index heeft. Wie lang uitslaapt, leeft dus langer. Als we samen heel lang willen leven, moeten we vanaf nu allebei uitslapen in het weekend. Oké. Ik heb een beter voorstel. In plaats van samen te slapen, kunnen we samen beter een uurtje lopen. Wat is er beter voor ons BMI? Papa, dat is nog niet alles, hè. Heeft de zoon nog een extra troef achter de hand? Waar heb jij nu altijd last van, hè? Waarover klaagt je huisdokter altijd? Bovendien werd bij mensen die lang uitslapen een verlaging van de bloeddruk waargenomen. Patiënten met hoge bloeddruk hebben dus extra baat bij het lange uitslapen. Ik denk dat we een duidelijke winnaar hebben, Wim.